De eerste lucht die ik kreeg was toen bloed. Dat was zo eng, jongens. Waar je bijna recht door naar beneden kan. 90. Gast! Ik heb geen jas bij me. Ik ben bezopen. Dames en heren, jongens, meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag zijn we lekker vroeg op. Het is momenteel bijna 8:00, 7:45. En wij gaan lekker naar het ontbijtje toe. Dus ik ga even onder de douche. En dan gaan we ontbijten. En dan vroeg naar de piste, want het is vandaag lekker weer. En wat ik gisteren ook al zei, we gaan lekker vroeg skiën. Lekker lang skiën. Dan gaan we vroeg weer stoppen met skiën. Gaan we lekker sleeën of rodelen of iets anders leuks doen. Daarna gaan we lekker appelskiën. En dan gaan we in de avond gaan we weer skiën, want vandaag is nachtskiën. Dus het wordt weer een gekke, leuke dag. Goedemorgen, bij welkom weer bij een nieuwe documentaire. Vandaag zijn we hier met Bas. Jij bent morgen. Ik ben ook nog niet wakker. Jij bent gisteren als enige uit geweest, jongen. Mag ik jou complimenteren met je mooie prestatie dat je nu al elke dag bent geweest? Ik moest gisteren helaas afzeggen. Wat heb je allemaal meegemaakt, Bas? Ik heb meegemaakt. Ober, Nick en met Mac was het eventjes zonder in de George. En Nick die was helemaal vanaf. Hoe kan het nou? Nick die drinkt nooit. Maar goed, jongens. We zijn vandaag... Zo. Zo, het ziet er wel heel dik uit. Dikke M4. Blijft zo dik. Maar goed, jongens, vandaag, wat ook uniek is, is dat we gewoon met de hele groep in één keer in de ochtend compleet zijn. Nou, echt niet. Ja, maar ik bedoel, ja, oké, maar zeg maar, iedereen is wel gewoon vandaag al wakker. Normaal gesproken ligt er nu bijvoorbeeld iemand nog in bed. Jij dus inderdaad, ja. Hé, hey, kom op, let me talk, you know. Nee, leuke dag, jongens. Hè? En vandaag gaan we er weer... een leuke dag van maken. Ik dacht, ik doe vandaag even geen thermo aan. Omdat de voorgaande dagen was het zo warm. Maar ik heb het koud, jongens. Mooie, geile dag vandaag, zeg. Hoef je niet te zeggen, toch? Ik zie er niet uit. Het voordeel van vroeg gaan is dat er bijna nog niemand op de piste is geweest. Dus alles is nog helemaal glad. En dan kan je heel hard gaan. We hebben het gehaald. Oh, moet je niet zo ledig. Positie van me filmen. Dit is het mooiste shot dat ik ooit heb gemaakt. Oh, dat is de zon. We gaan het weer leuk hebben in het funpark, jongens. Hey! Wee! Schiet eens op, man. Ja, gast, ik kan niet hard doen. Maak er een andere bocht van. Het is tijd voor een skiwasser, jongens. Ja, ja. Zielig vree. Helemaal zielig gevallen met de knie. Ja, en er is niet een mama bij. Maar het kunt, want met skiën en zo gaat het op zich prima. Als ik alleen op mijn andere been leun. Ja. Alleen met lopen. Je gaat opeens ski skiën. Hey! Heb je Nee, Freddy die stopt altijd een beetje hard. Zeg maar, dan komt ze aanskien en doet ze opeens zo stoppen. Maar ze bleef hangen met haar knie, waardoor haar knie zeg maar zo draaide. Toen jij zo hard was, moest je ook hier rusten. Dit is de rustplaats voor de mensen die echt hard vallen. Zo, jongens, mijn eerste YouTube video die ik ooit heb gepost, dat was dat ik op mijn bek was gegaan, hier ergens boven op het schans. En ik weet je wat echt lijp was? Ik kwam toen hier beneden. En toen, de eerste lucht die ik kreeg, was toen bloed. Dat was zo eng, jongens. Maar jij vloog echt, niet eerst al hoeveel meter, maar het was echt, je ging zo ver ook gewoon, hoog. Nee, dat was echt niet best, jongens. Ik vond het echt vreselijk. Zeg maar, waarschijnlijk toen had ik dus, ik was toen gevallen en toen kwam ik zo hard op mijn rug terecht, dat er waarschijnlijk longblaasjes waren toen geklapt, waardoor ik een beetje bloed ophoeste. Maar wel gek, want Freddy heeft dus nu ook pijn. En daarom zegt Ruben, dit is echt de rustplek voor mensen die pijn hebben. Dit is je moeder. Je vindt het zelf ook echt super leuk, hè? Hey, volgens Nick is het jouw moeder. Ja. Ja. Nou jongens, we hebben lekker drankje gedaan en we gaan weer lekker door. En dan is het straks tijd om te lunchen. We gaan daarna rodelen. Ik ga gewoon rodelen. Wel. Nee, ik ga gewoon rodelen. Maar je gaat in je eentje rodelen? Ik ga in mijn eentje. Oh, moet ik in mijn eentje? Ik ga rodelen. Oké, ik ga wel met je mee gezellig. Mijn ruggengraat is niet zo sterk. Nee, is toch leuk, man. Rodelen is leuk. Oké, jongens, we gaan nu een afdaling doen waar je bijna recht door naar beneden kan. Ja, je kan gewoon. Ja, je kan recht door naar beneden. Dus wat we gaan doen, Bas, jij de skitrek aan. Ik ga het hardst. Dus we kunnen kijken hoe hard we gaan, jongens. Let's go. Hoe hard denk je dat we gaan, straks? Ik denk
zitten tussen de 80 en de 100. Oké. Okay. Mijn record was 116. Maar wel voorzicht. Ja? Wel voorzichtig. Wat is voorzichtig? Dan ben je ook echt een lul. Hé, hey, check eens, hoe hard zijn we? Ja, ik kan het niet, want het is een specifieke telefoon. Oh, dat is nog wacht, ik heb het ging wel echt hard, hé. Fucking hard, ja. Ik had een paar keer dat ik echt dacht van, oké, nu moet ik echt niet vallen. Ja, ik dacht niet. Hoe hard is het? 90 gingen we. 90. 4 kilometer per uur. Ja, ik was we gingen 90 hard, kilometer per uur, jongens. Ja, besef dat als je met een auto 100 gaat... Nooit zie. 90 kilometer per uur gingen we. Zo, echt jongens, je wilt niet vallen met 90 km per uur. Of iemand aanskiet, dat is nog erger. Nee. Nee, als je iemand aanskiet. Achter een heuvel of zo. Wist je dat als je. Wist je dat inderdaad als je iemand aanskiet, dan kan je alsnog een rechtszaak krijgen? Is dat zo? Ja. En zeker als je gedronken hebt, hè? Als je iemand nu aanskiet, dan kan er een rechtszaak komen. Als hij bijvoorbeeld heel veel letsel heeft. Dus daarom moet je echt voorzichtig zijn, jongens. Ja, maar hier kan het wel, want het is een hele brede piste. Ja, het is een hele brede piste. Is perfect om hard te gaan. Daarom zei ik ook daarna van, hier wordt het al wat drukker, dus nu moeten we rustig gaan doen. Het is wel van een afstand van 3,2 kilometer. Ja. We gingen echt hard, hoor. 90, het is wel hard. Oh. Wat zijn wij stoere mannen, zeg. Dat zijn echt binkies, hè. Echte binken. We moeten eigenlijk wachten, want ik die gaat ook altijd fucking hard. Ja, de vader van Bas ging ook altijd hard. Hoe hard ging jij? 96, zoveel. 96? 94. Ja, ik denk dat straks op de plant zet al 97. 97? Jezus. Zo, hé. Maar wij redden van bij 96. Redden. Ik weet ook niet of... Nee, maar dit is niet stijl genoeg. Nee? Nee, want ik liep me ook lopen, dus dat schiet niet op. Als je die plant zet, dat laatste stuk neemt, ja, dat is echt dan ga je veel harder. Ah, oh, zo. Ja, dan moeten we daar zo ja, nou, we kunnen dus nog harder. Ja, maar eigenlijk moet je dat alleen in de ochtend doen, man. Ja, nu niet meer. Eerste, tweede afdaling. Ja. Dan is het echt vlak. Op een gegeven moment aan het einde van de middag, dan moet je het niet proberen, want het zijn allemaal heuveltjes en bulten. Dat is niet handig. Maar in de ochtend is het nog helemaal glad, dan kan ik echt vol gas. We gaan sleeën. Pas! Pas! Ja, ik heb een heel branderig kontje nu. Het komt helemaal warm. Leuk jongens. Ja, let's get lost! We zitten weer op een prachtig, mooie, fijne plek. En wat hebben we weer? Een fijne dag. Yeah! Ja. Zeg dat wel. Het is nu al mijn maar nou, het eten is denk ik geweldig als ik zo kijk. Ja, we zitten bij een tent waar we nog nooit eerder hebben gezeten. Het ziet er echt super vies uit. Nou, niet zo zeuren. Ja, het ziet er wel lekker uit. Oh, nou, ik vind dit wel lekker hoor. Hey. Kijk eens even wat een plaat. Oh, dat ruikt zo lekker. Nou jongens, we gaan lekker eten. Eet smakelijk. Okay. Het is tijd om weer te gaan skiën. Nou ja, snowboarden eigenlijk. Maar weet je wat ook irritant is? Niemand wil met mij sleeën, maar ik wil heel graag sleeën. Wel, ik wil. Nou, ik kan niet. Jullie willen allemaal niet sneeën? Sleeën? Oh, jij hebt nu last van je knie. Ik graag sleeën, toen reageerde jij niet. Wow. Wow. Meteen boos. Ja, dit is raar. Nee. Wacht. Nee. Nou, oké. Okay, we gaan er vandoor. We zijn weer bezig. Maar, ik heb... een beetje zijn vermoeden dat Ruben een cadeautje aan het halen is voor ons. Hij zei, ik ben even naar binnen, bij het restaurant hier. Die toffe slagroom gaat hij halen voor ons. Een slagroom? Ik denk dat Ruben een Jägermeistertje aan het halen is voor ons. Dit zijn mijn laatste woorden. Oh. Au, het duurt wel echt lang dat cadeau van ons. Waarom heb jij het cadeau verdiend eigenlijk? Ik heb gisteravond weggegaan toen jullie zijn gegaan. Hele goeie. Wij hadden gisteren een rustdag, zoals jullie weten. Maar Bas... die is vervolgens in zijn eentje gegaan. Maar eigenlijk ben ik heel trots op hem. Dankjewel. Want zeg maar... Ik lag al in mijn nest en het was 10:30. En toen dacht ik opeens...
toch wel even zin om lekker naar George te gaan. Ja, maar dat is ook eigenlijk gewoon wel goed. Want zeg maar, dan straks ben je weer in Nederland. Dan heb je spijt van dat je gewoon niet je volledige wintersport eruit hebt gehaald. Ja. Hij komt eraan. Het is koud. Hij heeft een koelkast, jongens. Mannen, zoals ik vandaag had gezegd, jongens. Vandaag is een echt appelski dag. Want vandaag is nachtskiën. Vandaag doen we geen shotjes. Vandaag gaan we geen shotjes doen. Verloren. Leuk. Lekker. En de laatste. Oeh. Nee, jongens, zoals ik zei, vandaag is echt een echte apres-ski dag. Want we kunnen nachtskiën en de apres-ski is tot laat open. Dus... Maar het moet wel verantwoord blijven, hoor. Jongens, ja, het moet verantwoord blijven. Dat wel, dat wel. Maar dat komt goed. Oh my god. Dat hoorde ik. Ik ga het zo moest. Mooi, Finn. Is het lekker? Ja, doe dat. Ah. Beter. Oh, wow. Ik moet er beter over wachten. Maar toen kikte hij opeens in! Oh, hij is echt heftig. Oh, kom nog. Eet je snorkeler. En jij lekker, Robin. Ja, gewoon drinken dan. Wij zijn weer terug in het depot. En het is tijd om te apres-skiën, dat wilde ik zeggen. Maar goed, straks ga ik ook nog filmen, want we gaan vanavond ook weer de piste op. Want het is vandaag avondskiën, dus dat wordt één gezellige boel. Hij is gebroken. Oh, heb je dat gedaan? Ja, ik weet niet. In mijn jas opeens. Werkt hij niet meer? Nee. Oh, nou. Zullen jij hem even open doen? Dat kan ik! Allemaal liken en abonneren! We zijn net lekker in Alpenski geweest en we gaan nu skiën. Maar kijk eens even. Wat ik er van was hoor. Kijk, het is momenteel donker buiten. Alleen deze baan is nog helemaal verlicht tot aan het dal. En wij gaan nog één afdaling doen. En hij is mooi geprepareerd. Dus dat is top. Het ziet echt fucking mooi uit zo. Ja, het is echt top. Kijk. Zeg maar, die pisteboelie die alles prepareert is al langs geweest. Dus als het goed is, is het een hele grote piste. Merel is boven, Babette is boven en Bas komt eraan. Dus het wordt één gezellige boel. En dan gaan we daarna, gezellig weer een... Naar de Patsy. Een biertje drinken. Naar de Patsy. Het is hierboven nog best wel gezellig. Daar is nog een tentje die helemaal volgeladen is met mensen. En iedereen is hier nu de piste af aan het gaan. Maar we wachten even op Bas en dan gaan we er vandoor. Daar gaan we, jongens. In de nacht. Ik heb geen jas bij me. Ik ben bezopen. Wie niet? Oké, jongens, we gaan naar beneden. Maar wel een beetje voorzichtig doen. Ronde 2. Hey, let's go. Bas, ben je ready? Ben je ready? Kom, let's go. Woep, woep. Dames en heren, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Later!